Ja, wij zitten nu, zeg maar, zitten we in de gangen van de oude Edels Medischool. En voorheen was dit het voorbeeld. Op een gegeven moment heeft de gemeente bedacht dat deze plek eigenlijk een meer culturele functie moest hebben. Toen hebben ze besloten dat hier een horeca gelegenheid moest komen. En dat is dus Edel geworden. En die faciliteren het hele gebouw qua horeca. En daarbij hebben ze ook een nachtvergunning afgegeven, omdat ze vonden dat het wel positief zou bijdragen aan de buurt om hier ook een club te hebben. Dus we mogen 3 dagen in de week tot 4 uur gewoon door. In het gebouw zit nog meer. Ja, en het gebouw zit nou, heeft nog veel meer functies. Onder andere, naast dus dat wij hier zitten en dat er nog wat bedrijven hier zitten, zit onder andere ook de Frank Sanders Dansacademie en theaterschool. Je kan getrouwd worden. Ja. Ook leuk. Je kan getrouwd worden in de baarsjes. En er komt het theater bij. Ja, vrijdag is het toegankelijker en dat stond in noemen Lucky Dancing. En daar worden wat toegankelijkere concepten al weggezet, zoals Leroy Reeder en Nat en Kraak. En wij hebben onze eigen avond daar, dat is een 50s avond. En de zaterdag valt onder Nachtbrakers en dat zijn de wat stevigere avonden. En daaronder vallen onder andere de mensen van Redefice en Stockholm Syndroom. Ja. Donderdag is er gewoon een DJ en het moet nog gaan ontstaan. Als er gedanst wordt, dan gaan we daar meteen op inspringen en dan zorgen we dat er meer reden is om dat er nog meer mensen komen dansen. Maar nu is er gewoon een DJ en we kijken wel. En de vrijdag en de zaterdag zijn echt geprogrammeerd inderdaad. De zaterdag richt zich ook op mensen echt in de stad. Maar dan hebben we ook nog de zondag. En de zondag hebben we echt eigenlijk heel duidelijk uitgekozen om ook echt voor de buurt iets leuks te doen. Dus hebben we daar een concept van gemaakt en dat heet Baby Loves Disco. En dat is eigenlijk iets wat heel kindvriendelijk ook is. Is dit gesubsidieerd ook door de gemeente dan? Ja, dit wordt aan de hand genomen. Ik weet niet of de bedrijven moeten zelfvoorzienend zijn, wat ik heb begrepen. Maar de gemeente heeft hier aan meebetaald dat dit hier kan komen. De baarsjes ondersteunt wel echt dat dit hier komt. En voor de zomer komt hier 100 vierkante meter terras buiten bij het water. Daar kunnen dan bootjes aanmeren en we gaan picknickmanden weggeven. En het is de bedoeling ook uiteindelijk om het hele gebouw erbij te betrekken, maar dat gaat gewoon stapje voor stapje. We beginnen eerst met de club en daarna gaan we verder met de rest. Dus festivals zullen we gaan doen en dat soort dingen. Het is de bedoeling dat hier grote festivals zouden kunnen plaatsvinden. Ja, leuk, want volgens mij is de stad heel ontzettend hard bezig om het weer de buurt een beetje op een hoger plan te krijgen. We hebben Club 8, nog een aantal dingen. Meneer De Wit zit hier, Tommy zit natuurlijk hier met zijn zaak, Tommy Stoko. En ze hebben de juni kunstmaand en daar doen eigenlijk alle creatieve mensen zeg maar, uit de baarsjes aan mee. En dat is eigenlijk ook om iedereen bij elkaar te betrekken en laten zien dat hier gewoon heel veel te doen is. Ja, sowieso is het al in Amsterdam denk ik ontzettend leuke tijd om met dit soort dingen bezig te zijn. Want je hebt inderdaad al die broedplaatsen, volgens mij Volkskrantgebouw is nu ook. Ja, dit is ook een beetje zoals dit. Hè? Ja. En hoe komen jullie hier zo in verzeld? Nou, eerst heel lang naar je studie nadenken wat je wilt doen en dan ook veel uitgaan. En dan mensen leren kennen die feestjes geven, dan natuurlijk daarna zelf feestjes gaan geven. En we hebben zelf Clubs zonder filter en dat is creativiteiten op festivals en binnen organisaties. Wij willen gewoon dat de mensen weer wat meer in contact komen met hun creativiteit. En toen werden we opgebeld door Tommy. Tommy heeft ons doorverwezen naar de eigenaar. En toevallig had ik ook al een keer in een eerdere... Tommy van Tommy Stoko. Tommy Hagen. Ja, dat is ook wel een beetje de persoon van de baarsjes die er echt voor werkt. Dat de baarsjes wat jonger en levendiger wordt. Het is een hartstikke leuk moment om hier zo in te rollen en stappen. Spannend. Het is heel spannend om vanaf het begin bij iets te zijn en iets geboren te zien worden. En ja, we werken eigenlijk hier 1 dag in de week, maar het is wel veel meer natuurlijk. Want je zit toch de hele tijd MySpace te checken en wat gebeurt er? Nee, waar komt de kok vandaan? Waar is die weggekaapt of is die elke eigenaar? Gewerkt. Ja, die heeft natuurlijk daar ook al heel erg meegemaakt hoe hectisch het kan zijn om een kok te zijn in een tent die een paar uur daarna gaat dienen als nachtclub. En het is natuurlijk wel even coördineren met de keuken ook. De desserts moeten wel mee zijn gegaan. Want, We hebben een feestje waar het dessert is al een onderdeel van de avond. Dus mensen die naar het feestje komen mogen mee eten van het dessert. Dat feestje heet ook Grand Dessert. De toetjes en zo en die is al helemaal mee bezig in zijn hoofd. En we hebben zelf ons eigen feestje, dat heet Rock Rebel Sweetie Pie. En dat is gericht zeg maar, op het setje dat we net draaiden. Sorry, dat ging ietsje snel. Nog één keer. Rock Rebel Sweetie Pie. Rock Rebel Sweetie Pie.
is eigenlijk een 50s feestje. Wij willen hopen ermee te bereiken ooit eens. Dat dan iedereen natuurlijk in stijl komt. We vinden, dit is een restaurant en dit heeft ook een soort van functie voor de buurt. En wij vinden dat, mensen wel die functie er een beetje bij in moeten betrekken. Dus vandaar ook Grand Dessert. En we gaan niet mensen vertellen wat ze moeten doen, maar we proberen dat wel een beetje in te sturen, zeg maar. Dat allemaal een beetje bij elkaar past. Nou, heel veel succes hier nog mee vanavond. En ik ben ontzettend benieuwd. Hartelijk dank. Dankjewel. Jij ook bedankt.